Dit is het resultaat. En over de intake zelf, want ik weet dat heel veel mensen daar benieuwd naar zijn. En ik mag een secret message ketting weggeven. Goedenavond, het is vandaag vrijdag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik begin vandaag op vrijdag, gewoon wat het kan. En Jeffrey komt hier straks naartoe en we hebben vanavond eindelijk weer eens een date night. Dat hebben we echt al heel lang niet gehad, volgens mij. We gaan vanavond naar de film, naar Pitch Perfect. En ja, hij moet hier zo ongeveer zijn, denk ik. We gaan dan eventjes snel een soepje eten. En daarna gaan we door de stad in en lekker naar de film. En morgen gaat Jeffrey mijn plankjes ophangen, als het goed is. En dan kunnen alle lijstjes ook leuk in mijn kamer staan. Dus ik ga nu even wachten op Jeffrey. En ik neem jullie deze week gezellig weer mee. We hebben een dinertje voor twee. We hebben lekker een soepje. Tomaat met mozzarella. Broodje. Dan moet jij zeggen lekker. Lekker. Lekker bitterballetje. En meneer die heeft een Brugse zot. En wat heb jij? Super zot. Chardonnay, nee. Chardonnay en mijn lievelings bitterballen. Lekker bezig, Jef. En plankje 1 hangt al. Wij worden hier steeds beter in. Of eigenlijk jij. Goedemiddag, het is vandaag... Zaterdag. Is het zaterdag? En Jeffrey heeft net mijn plankjes opgehangen. Dus hij mag nu ook even het resultaat showen. Tadaa! En dit is het resultaat. Ik ben heel erg blij mee. Ik heb hier twee plankjes opgehangen. Daar heb ik al de lijsten van Decennio opgehangen. Heb jij ze opgehangen? Maar jij hebt ze opgehangen. En dit is mijn Amsterdam poster. En ik heb ook deze. Deze staat hier nu ook eindelijk. En ik heb leuke cactusjes. Ik vind het heel gezellig staan. Dankjewel, Jeffie. Alsjeblieft. En nu gaan we naar de... Coronary Bakery. Yes! We gaan in ieder geval naar de Corner Bakery. Pannenkoeken. Ik eet alleen het fruit. Ben weer terug van de Corner Bakery en Jeff is weer naar huis. En ik ben nog super blij met mijn nieuwe plankjes. Mijn kamer is echt nu helemaal af. En ik heb een heel leuk pakketje binnengekregen. Dus het is weer tijd voor een unboxing. Dit pakketje is van Take What You Need en het is een heel speciaal pakketje. Kijken. Wat leuke boekjes. En een heel erg lief kaartje. Dankjewel. En dit is waar het allemaal om gaat. Hierin zit een kettingje van Take What You Need. En Take What You Need is een zustermerk van Mimoneda. Misschien kennen jullie dat al wel. En dit merk is heel erg leuk, want er zijn allemaal van die hangers en kettingen die je met elkaar kan combineren. En het allerleukste eraan is dat je dit ook helemaal persoonlijk kan maken, want je kan er iets in laten graveren. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het eruit zit. Dit zit er in het doosje. Er zitten wat mooie veertjes. Er zit zo'n heel leuk glazen flesje in. Ik hoop dat jullie het goed zien. En hierin zit dus de ketting. Ik ben echt super benieuwd. Dit is de ketting. Het is een envelopje. En als ik dat envelopje openmaak, dan zit daar, als het goed is, een bedeltje in met iets wat ik er zelf in gegraveerd heb. En er staat de datum op dat Jeffrey en ik een relatie kregen. En op de achterkant staat een hartje. Super leuk. En dit kettingje kan je dus zo in elkaar klikken, zodat je message, zeg maar, verborgen is in het envelopje. En dan kan je hem zo leuk omdoen. Een super leuk kettingje.
ik mag een secret message ketting weggeven. Dus wil je nou kans maken op deze ketting, dan moet je het volgende doen. Allereerst moet je abonneren op mijn kanaal. Daarnaast moet je Take What You Need volgen op Instagram. En als laatste moet je een reactie achterlaten in de comments met wat jij in je kettingje geveerd zou willen hebben. En het is ook wel handig als je dan iets van je Instagram of een e-mailadres achterlaat. Want stel dat je gewonnen hebt, dan kan ik contact met je opnemen. Ik ben heel erg blij met mijn kettingje en ik vind het heel erg leuk dat ik er ook eentje weg mag geven. Ik ga avondeten en dit ziet er totaal niet smakelijk uit. Maar volgens mij is het wel heel lekker. Het is een soort van wrap-achtige burrito met kip en paprika, mais en een beetje kaas. Goedemorgen, het is vandaag zondag en straks komen mijn ouders hier naar Amsterdam toe. Want ja, ik had eigenlijk niks te doen en mijn ouders vonden het leuk om eventjes langs te komen. Dus ze zijn nu onderweg en ze kunnen hier over een half uurtje zijn. Ik weet nog niet precies wat we gaan doen, maar ik denk dat we misschien een museum gaan bezoeken of zoiets. Of gewoon in ieder geval Amsterdam ingaan. Ik ben samen met Marloes, de luizenmoeder, aan het terugkijken. En mijn tv die houdt ermee op, dus we doen het maar even zo. Goedemiddag, het is vandaag maandag. En ik ben al de hele dag bezig met video's maken. Ik heb de video net gefilmd en ja, die zien jullie binnenkort online. Superleuk. En gisteren ben ik dus met mijn ouders de stad in geweest. We zijn naar het paleis op de Dam geweest. We zijn ook nog eventjes een paar winkels in geweest en daarna zijn we pizza wezen eten. Ik had echt een hele leuke dag met mijn ouders. En ze konden ook eventjes goed mijn kamer bekijken, hoe ik het nou precies heb ingericht. En ik heb nog een leuk cadeautje gekregen van mijn moeder. We gingen namelijk eventjes een winkel in waar ze allemaal van die Fjällräven tassen hebben. Als ik het goed zeg. En ik heb zo'n tas. Maar die bandjes van die tas, die doen bij mij best wel pijn. En nu heeft Fjällräven dit. Ja, kennelijk bestaat het al een tijdje, maar ik wist niet dat dat bestond. En dat zijn dus van die soort van banden die je om die schouderstraps kan doen. En dan heb je niet meer last van die snijdende dunne bandjes. Dus ja, die heb ik van mijn moeder gekregen. Echt heel erg blij mee. Ik heb trouwens ook hetzelfde aan als gisteren, maar ik had even geen inspiratie in wat ik aan moest. Dit zijn dus die banden en dan kan je hier op je tas dit er zo op klikken. En zo ziet het eruit als die dingen er dan op zitten. Kijk, hier heb je hem vastgemaakt aan dat drukknoopje. Echt heel erg chill. En ik ben nu bezig met Italiaans huiswerk maken. En ik ben inmiddels al bij hoofdstuk 8, dus het wordt wel echt steeds moeilijker. Maar ik vind de lessen nog steeds heel erg leuk. Amsterdijk, geen kans bij mij. Krantenrijk, bankje rijk. Amsterdijk, laat er nu zo zijn. Eén ding wil ik van jou, één ding wil ik van jou. Eén ding wil ik van jou, één ding wil ik van jou. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben lekker aan het ontbijten. Ik zit op mijn bank in mijn badjas en ik ga lekker tv kijken. Ik vind het echt heerlijk om zulke rustige ochtenden te hebben. In plaats van dat je naar school moet en dat je dan echt als een gek moet haasten, eten, omkleden, spullen inpakken. Ja, jullie herkennen mij vast wel. En vandaag ben ik van plan om wat video's te gaan editen. Want ik heb heel veel gefilmd de laatste tijd, maar nooit de tijd gehad om te editen. En ja,
Voor de rest zie ik wel wat ik allemaal nog ga doen. En als ik dus niet naar school hoef, dan neem ik echt de tijd om lekker te lunchen en zo. Dus vandaar dat ik jullie nu veel eten zie. Vind je het eigenlijk leuk om veel eten en recepten en dat soort dingen te zien? Want ik show dat heel veel in mijn vlogs, maar ik heb geen idee of jullie dat eigenlijk leuk vinden. Dus laat dat even weten in de reactie. En ik ben nu een tosti aan het maken. Maar echt een lekkere tosti met mozzarella, tomaat en pesto. En ik ga er ook nog rucola op doen. En ik was ook een poging aan het doen tot mooie Instagram foto's te maken. Ik heb mijn statief erbij gepakt, lampjes aangezet. En hier wilde ik ook een foto maken, maar ik vind het best wel lastig om mooie foto's te maken. Maar ja, ik ga het proberen. Ik ben bezig met video's editen. En ik doe ook eventjes deze leuke lampjes aan. Een stuk gezelliger. Ik ben net nog even boodschappen wezen doen en ik heb nu weer mijn joggingkleding aan. En ik moet nu even de was gaan ophangen. Hashtag huisvrouw. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ja, en ik heb me nog niet opgemaakt of zo, dus ik zie er niet echt uit. Maar mijn conditie is de laatste tijd echt nul. Dus ik had ineens een ingeving om weer te gaan sporten. En ik wilde eigenlijk vandaag gaan hardlopen, maar het regende. Dus ja, dat leek me niet zo'n goed idee. Dus ik heb net eventjes een lesje yoga gedaan op YouTube. En het ging eigenlijk best wel goed. En ik wil weer een beetje het sporten gaan oppakken. Dat ik gewoon elke week iets doe. Ik ga straks douchen en daarna ga ik een roomtour filmen. En vanavond komt Jeffrey langs, dus daar heb ik heel veel zin in. En het is alweer bijna avond en ik dacht ik ga weer eens een Amfi-vraag beantwoorden. Dus ik heb weer een Amfi-talk. Ik heb er even een kopje thee bij, maar ik zat even te zoeken naar vragen. Twee korte vragen gevonden. En deze eerste vraag is van Eva Stolwijk. En zij vraagt, op het Amfi kan je toch een Nederlandse en een Engelse kant kiezen. Welke doe je en waarom heb je daarvoor gekozen? Je hebt inderdaad de gewone opleiding en de international opleiding. En ik doe gewoon de normale opleiding. Bij de normale opleiding is het eerste, anderhalf jaar gewoon in het Nederlands. Dus dan krijg je ook je toetsen in het Nederlands. En ja, je hebt af en toe wel wat lezingen die in het Engels zijn. Maar de meeste dingen ook die je moet inleveren, mogen gewoon in het Nederlands. En de international opleiding moet echt alles in het Engels. Dus ook als je een verslag inlevert, dat moet allemaal in het Engels. En op de internationale opleiding zitten natuurlijk ook mensen uit het buitenland. Maar je kan natuurlijk als je uit Nederland komt ook de internationale opleiding doen. Dus dan zit je dus ook vaak tussen mensen uit Europa, Amerika, etc. Dan heb ik nog een vraagje van Kaylee Hogenes. En zij zegt, hey, ik heb aanstaande zaterdag intake voor fashion en management op het Amfi. En mijn vraag is wat voor vragen je kan verwachten bij de digitale toets. Love your vlogs, btw. Nou, wat lief, Kaylee. Ja, dat is volgens mij nieuw, die toets. Want ik hoefde dus geen toets te doen tijdens de intake. Dus ja, ik heb hier dus eigenlijk niet zo echt een antwoord op. Maar ik denk dat het zo gewoon standaard dingetjes zijn over modenieuws. Dus als jij je wilt voorbereiden op die intake, zou ik maar gewoon inlezen in designers, modenieuws. Over de intake zelf, want ik weet dat heel veel mensen daar benieuwd naar zijn. En ik heb daar heel veel vragen over gehad. De intake voor branding, management en design is allemaal anders. Dus ik kan wel wat vertellen over de management intake. Want ik moest twee artikelen opzoeken. Dus mocht ik zelf kiezen wat voor artikelen dat waren. Dus een artikel in een krant of een tijdschrift. Internet, maakt niet uit. En ik moest een kledingstuk meenemen. En daar moest ik dus een verhaal van maken. Dus ik mocht natuurlijk zelf kiezen waar dat dan over ging. En daarvan moest je een procesboek maken. En dat mocht je ook helemaal zelf uitzoeken hoe je dat wil doen. En dat moest je allemaal tijdens de intake gaan presenteren. En volgens mij mocht dit maar maximaal 5 minuten zijn. Dus ja, dat moest dus wel heel erg kort.
En dan tijdens de intake kreeg je ook nog allemaal vragen over hoe ik met samenwerken omging. En ja, weet je, dat soort dingen. En ik heb dit procesboek van mijn intake niet hier liggen, dus dat kan ik helaas niet laten zien. Maar het is gewoon vooral belangrijk dat je doet wat je zelf denkt wat goed is. Want echt, iedereen doet totaal iets anders. Maar dat willen ze juist. Want als iedereen hetzelfde zou gaan doen, ja, daar hebben ze natuurlijk niks aan tijdens die intake. Dus bedenk gewoon iets origineels en ja, dan komt het helemaal goed. Laat het weten als je naar het Amfi wilt of als je hebt aangemeld of ja, als je al bent aangenomen. Want dat vind ik heel erg leuk om te lezen. En ik was net de video aan het editen en ik zag dat ik niet de vlog heb afgesloten. Dus dat ga ik hierbij doen. Vond je dit een leuke video? Doe dan duimpjes omhoog. En vergeet zeker niet eventjes te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!